Oké, we gaan door. We hebben twee insprekers die nou ja, één voor één hier aan tafel komen zitten. En die gaan volgens mij allebei iets over de Domus Plus en Scheveningen iets vertellen. En ik heb, ja het mag af mevrouw Witteman. Ik heb hier nu aan tafel zitten mevrouw Witteman. U krijgt 3 minuten de tijd om een verhaal te doen. En daarna kan de commissie u nog eventueel wat vragen stellen. Ja, gaat de gang. Dank u wel. Ik ben Marja Witteman en ik woon in de Zuiderpolder in Haarlem. De gemeente wil in Oost 2 locaties vestigen. Een Domus Plus voor uitbehandelde mensen met een verslaving, psychosociale en psychiatrische problematiek, met vaak een verstandelijke beperking en skeve huizen voor mensen die zich niet kunnen aanpassen en het leven in een normale woonwijk en daar veel overlast veroorzaken. Momenteel ben ik werkzaam in het Amsterdam UMC locatie AMC. In de bijeenkomst die werd georganiseerd door de gemeente werd er verteld dat het Domus Plus huis in Amsterdam Zuidoost een groot succes is. Als werknemer van het AMC weet ik dat dit huis heel ver weg ligt van een woonwijk. Ik heb het gemeten met de auto's, precies 1 kilometer. Tot het eerstbijzijnde huis aan de rand van het AMC. In de verste verte is geen huis of winkel te vinden. Alleen een bedrijventerrein zoals de Waardepolder, ook op 1 kilometer afstand. De buren is een school die met een sloot is gescheiden van het Domus Plushuis, waardoor de mensen daar niet kunnen komen. Het AMC heeft een eigen beveiligingsdienst die op het terrein 24/7 patrouilleert en zorgt voor de veiligheid. Ze verwijderen de mensen van het terrein en uit het ziekenhuis als er overlast is. En volgens de beveiliging gebeurt dit regelmatig. Ook wordt er momenteel heel veel ingebroken in de auto's op de parkeerterreinen. Er was een speciaal parkeerterrein voor avond- en nachtdienst. Sinds kort mogen de avond- en de nachtdienst in de parkeergarage parkeren, omdat niemand zich 's avonds of 's nachts nog op de parkeerterreinen wil wagen. Ik vraag me dan ook af waar het succes uit bestaat. Weet u dat misschien? Door de werkervaring die mijn partner en ik hebben in de verslavingszorg en in de psychiatrie weten we hoe belangrijk het is voor deze mensen om fijn en veilig te kunnen wonen. Maar wij weten ook dat deze mensen 24/7 begeleiding nodig hebben. Ik spreek daarom mijn grote zorg uit, ook namens een groot deel van de mensen in de Zuiderpolder, over het wonen van deze mensen zo dicht in de buurt van een normale woonwijk. De kinderspeelplaats, pas opgeknapt door de gemeente, ligt op nog geen 150 meter afstand. Zeker de skevenhuizen zouden niet zo dicht in de woonwijk moeten komen. Vooral omdat begeleiding van deze mensen in ieder geval te wensen over gaan laten gaan. Bij de beoogde locatie Robert Nurksweg, rondom het Staarstokviaduct, is het ook nog eens echt heel onveilig. Er wordt hier veel drugs gedeeld en gebruikt. Ga je de kat op het spek binden? Als beroepsdeskundige zie ik hoe moeilijk het is om mensen met een verslaving te helpen als er veel verleiding in de omgeving is. Dat geldt hier natuurlijk zeker. We zien momenteel ook een uitbreiding van de activiteiten zoals dealen en gebruiken van drugs, ook harddrugs, van onder het viaduct naar het eerste parkeerterrein aan de Diakersweg. Mevrouw Witteman, wilt u gaan afronden? Het is al 3 minuten al voorbij. Ogenblik. Daar zijn zelfs tegenwoordig prostituees werkzaam. Er wordt niet gehandhaafd door de politie, maar er wordt gedoogd. Ik wil alleen nog even opmerken dat ik het ook onder zelfdoding, onder mensen met psychiatrische problemen, ligt statistisch heel hoog. Al jaren neemt zelfdoding af, alleen niet bij zelfdoding op het spoor. Is het daarom verstandig om een opvang voor mensen met psychiatrische problematiek naast een spoorbaan en een hoog viaduct te realiseren? Ter afsluiting, hoe zit het met de handhaving van de groene zoom? Er zou niet meer gebouwd worden. Overal is men bezig om meer groen te realiseren, maar de versteende stad Haarlem doet dit dus niet. Dank voor uw aandacht en ik hoop op een wijs besluit. Dank u wel voor uw bijdrage. Wil er nog iemand een vraag stellen uit de commissie? Ja, mevrouw Klaasjes, welkom. Dank u wel voorzitter en dank u wel voor het inspreken mevrouw. Het is duidelijk, u heeft uw zorgen over de eventuele komst van een van de beide locaties.
Ik neem aan dat u bij de bijeenkomsten ook uw zorgen, of in ieder geval uw zorg vertaald heeft gezien door een van de woordvoerders van uw wijk, bij de digitale bijeenkomsten. Ja, de wijkraad spreekt momenteel bij de commissie ontwikkeling. Oké, maar er zijn ook digitale bijeenkomsten geweest, hè? Ook voor uw buurt, ja. Geleid door een aantal mensen. Daar is ook ingesproken. Daar is ook ingesproken. Daar is ook dezelfde zorg omtrent de locaties gemeld. Oké, en u heeft uw zorg daar uitgesproken, of in ieder geval de zorg die u heeft zijn vertaald door iemand anders en die zijn daar uitgesproken. Wat heeft u daar teruggekregen en bent u enigszins gerustgesteld? Kennelijk niet, anders zat u hier niet. Nee, we zijn niet gerustgesteld. We vinden dat er ook gewoon niet duidelijk antwoord gegeven is op de zorgen die wij hebben. We hebben gevraagd of het de veiligheid gegarandeerd kan worden. Nou, dat kan absoluut niet, dat is ook al doorgezegd. Ze hebben gezegd, wij kunnen de veiligheid niet garanderen. Dus ja, wij hebben echt grote zorgen. En zeker omdat het op zo dicht tegen de woonwijk aankomt. Meneer Van Kessel? Oh, sorry. Ja, gaat er gewoon nog één keer. Even een heel korte vraag nog. U zegt, er is gevraagd, kunt u de veiligheid garanderen? En er is heel duidelijk gezegd, wij kunnen de veiligheid voor de bewoners in deze buurt niet garanderen op het moment dat er een van deze opvanglocaties komt. Ja. Dat is letterlijk zo gezegd. Dat is letterlijk zo gezegd. Oké, dank u wel. Meneer Van Kessel? Ja, dank u. Klopt dit? Ik hoor het niet alleen bij mevrouw Klaassen schalmen, maar ook hier. Ah. Ja, dank u wel. Nou, ik zal gewoon rustiger praten. Misschien is dat, helpt dat. Dank u wel voor het inspreken. Heel belangrijk dat u ook komt inspreken en dat ook andere buurtbewoners in de commissie ontwikkeling aan het inspreken zijn. Want het kan niet vaak genoeg gezegd worden tegen dit college en deze coalitie. Ik zit 2,5 jaar in de raad en dit vind ik eigenlijk een van de meest pijnlijke dossiers die hier speelt. Iedereen snapt dat de mensen waar we het over hebben een goede plek moeten krijgen. Maar ik heb het gevoel dat er buitengewoon slecht naar de zorgen van de mensen in de wijk wordt geluisterd. Je zal toch maar zoiets in je achtertuin krijgen. Niemand wil het in zijn achtertuin, maar het zal toch maar gebeuren. En je zal maar een dochter, zoon of een geliefde hebben die iedere dag. En de manier waarop deze coalitie dat op een gegeven moment ook heeft. Het is een soort wens, denk ik, om het moet er komen. En er wordt niet geluisterd. En dat is heel pijnlijk. Dus dat u hier zit. Om het nog een keer te zeggen, mijn vraag aan u... Ja, precies, een vraag. Ja, precies. Nou ja, maar het is belangrijk. Mijn vraag aan u is, wilt u ook de volgende keer, en die keer hierna, als we het hierover hebben, wilt u weer komen en wilt u het weer mensen deze kant op sturen om dit signaal te geven aan deze coalitie? En anders wil ik u verder wijzen op dat de gemeenteraadsverkiezingen over 1,5 jaar zijn. En goed kijken op welke partij u dan stemt. Oké, mevrouw Wittemann. Ja, voorzitter, even van de orde. Dit is geen zendtijd voor politieke partijen. En u gebruikt, meneer Van Kessel, zo ken ik u niet. U gebruikt deze tijd om uw eigen punt te drukken en uw politieke spotje uit te zenden. Zo zijn we toch niet getrouwd, serieus waar. Is even antwoord graag van mevrouw Wittemann, want er werd een vraag gesteld. Mevrouw Wittemann. Ja, ik wil heel graag de volgende keren weer komen, omdat zeker zoals het er nu uit gaat zien, komen er twee locaties in één wijk. En wij kunnen dat echt niet accepteren. Ik moet de microfoon even aan, want anders horen ze thuis ook niet. Ja? U blijft vechten, zegt u? Ja, wij blijven vechten, want wij kunnen niet twee locaties van zoiets bij ons in de wijk hebben. Mevrouw Skoel? Ja. Afgelopen jaar is de SP bezig geweest met de daklozenopvang in het centrum en met de problematiek rondom. En deze mensen die straks in uw wijk gaan wonen, zitten nu in de daklozenopvang of zitten in garages of voor het station buiten op straat. Wij vinden wel dat ze ergens een plek moeten krijgen en zo snel mogelijk ook, omdat we de ellende weten. Mijn vraag aan u concreet is, en ik snap uw zorgen, en ik vind het heel naar om te horen dat u niet gerustgesteld kan worden, of dat de gemeente tegen u zegt, wij kunnen dat niet garanderen. Mijn vraag aan u is, wat zou er moeten gebeuren dat het voor u acceptabel wordt?
Waar zou de gemeente aan moeten werken, zodat u denkt, misschien wil ik toch over nadenken? Ja, ik vind dat een hele moeilijke vraag. En zeker ook omdat ik zelf in de psychiatrie en in de verslavingszorg werk. Dus ik weet hoe belangrijk het is wat u vertelt. Maar ik denk dat dit mensen zijn die niet in een woonwijk of tegen een woonwijk aan kunnen wonen. En ik denk dat er genoeg locaties in Haarlem te vinden zijn. Bijvoorbeeld in de Waardepolder, waar voor deze mensen ook iets meer rust te vinden is. En niet de uitdaging van in ieder geval een plek waar heel veel drugs gebruikt wordt, wat er nu pal naast ligt, waar niet gehandhaafd wordt. Nou, ik maak me daardoor ook heel veel zorgen om deze mensen. Als op die plekken waar u nu zegt niet gehandhaafd wordt, als daar gehandhaafd zou worden, want dat zou normalitair moeten, wat zou u er dan van vinden? Ja, ik blijf het heel moeilijk vinden, omdat het een groep mensen is. Ja, ik heb sowieso bij scheve huizen problemen, omdat ik denk, je zet zes mensen met gigantisch uiteenlopende problematiek bij elkaar. Deze mensen kunnen in een gewone wijk al niet gehandhaafd worden. En die zet je zes mensen met heel veel problematiek bij elkaar. Dat kan gewoon niet goed gaan. Ik bedoel, ja, als ik zelf kijk naar mijn ervaring, denk ik van ja, dat gaat gewoon niet. Dus je kunt gewoon echt problemen verwachten. De heer Hilster? Ja, mijn vragen waren erg in lijn met wat de SP vroeg. Maar ik ben toch heel nieuwsgierig, want u bent een zorgprofessioneel. En u komt hier inspreken in de commissie Samenleving. Maar voorlopig heeft u het vooral over de fysieke omstandigheden, waardoor u denkt dat het onmogelijk is om deze voorzieningen in deze wijk te maken. Maar ik ben vooral benieuwd van wat u verwacht dat er aan zorg nodig is en aan bescherming. En stel nou dat er een veiligheidsoverleg komt, zou je daar dan ook in plaats gaan nemen om samen met de gemeente te gaan nadenken over hoe er voor die door u zo gewenste zorg qua veiligheid dat gewaarborgd zou kunnen worden? Kijk, ik hoop gewoon dat deze mensen niet bij ons in de wijk komen. Want het zijn mensen die niet in een gewone woonwijk kunnen wonen. Daar zijn ze al weggehaald. Ik bedoel, daar kunnen ze niet functioneren. En nu ga je ze op geen 150 meter van een gewone woonwijk. Wij zijn een normale woonwijk in de Zuiderpolder. En deze mensen komen tegen deze wijk aan te wonen. Dus voor ons komen ze gewoon in de woonwijk te wonen. En natuurlijk wil ik best meedenken. En ik ben een zorgprofessional. En ik vind ook dat deze mensen een goede plek moeten hebben, maar niet in een woonwijk. De heer Oomkes, PvdA. Dank u wel, voorzitter. We zijn met de commissie bij het Scheve Huizen in Amsterdam Zuidoost geweest. Daar hebben wij een groot deel van de dag de gang van zaken bekeken. Daar betrof het mensen die eigenlijk zonder uitzondering voortdurend binnen de woonvoorziening bleven. En niet op uitgingen. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, mensen die de hoop op de rest van het leven hebben opgegeven, als een soort kluizenaars in een voorziening zitten met een huisdealer. En we hebben contact gehad met mensen die daar in de buurt wonen. Het geeft daar zo goed als geen overlast. Ik snap niet dat u zegt dat dat daar overlast geeft. Wat zijn uw bronnen? Maar ik snap niet helemaal dat u mensen heeft gesproken die in de buurt wonen. Er woont niemand in de buurt. Nou mevrouw, ik ben er geweest. Op minder dan 400 meter wonen daar mensen. Dat is een andere situatie dan in Haarlem-Oost. Ja, absoluut. Met de auto van de week de afstand gereden van de ingang van Domus Plushuis tot de woonwijk. En dat is precies 1 kilometer. Aan de andere kant zit een autogarage. Dat is 900 meter. En daartussen zit het AMC. Dus ik weet niet waar mensen wonen, maar ik heb de beveiliging gevraagd in het AMC, omdat ik ook gewoon goed beslagen te ijs wil komen. Ik wil geen dingen gaan vertellen die niet kloppen. En het AMC zegt dat voor de coronatijd, want nu is het AMC afgesloten en kom je er gewoon niet binnen. Maar voor de coronatijd waren deze mensen regelmatig in het AMC en heeft de beveiliging deze mensen regelmatig weer terug moeten brengen naar buiten de rand van het AMC. En ik rij zelf elke dag langs het huis naar de parkeerplaats.
En daar lopen regelmatig mensen. En die bieden geen overlast, maar die lopen er wel. Dus mensen blijven niet alleen maar binnen. Ja, er zijn vele vormen van verslaving. Er zijn ook mensen die gewoon dwars door de stad heen lopen in vaste kringetjes. Maar eigenlijk door de bank genomen, valt dat met de effecten van die verslavingszorg in bijvoorbeeld in Haarlem behoorlijk mee. En er zijn meer grote problemen met mensen die geen goede opvang hebben dan mensen die dat wel hebben. Ik weet toevallig van dat die voorziening in Amsterdam Zuidoost, dat die echt heel erg goed werkt op de mensen die het betreft zelf. En dat er ook contacten met de buurt zijn gelegd. U kunt natuurlijk altijd blijven spreken over een andere groep mensen die hier wonen. En hier gaat het eigenlijk voornamelijk om mensen die al in de stad wonen en nu geen goede voorziening hebben. Maar u kunt natuurlijk mensen die een goede voorziening zoeken, daar niet van onthouden. Dus wat u vraagt is dat geen van beide voorzieningen in uw wijk komen. Het lijkt alsof die dan maar ergens in een industriegebied moeten komen. Terwijl wij beseffen dat dat helemaal niet kan. Wat moeten we dan doen met uw verzoek? Ja, ik denk dat er andere plekken zijn die beter voor deze mensen geschikt zijn en niet in een woonwijk. Want deze mensen gaan de woonwijk in. En ik snap in Zuidoost dat ze liever binnen blijven, want er is ook helemaal niks in de buurt. Aan de overkant zit de golfbaan. En voor de rest is er nergens iets te beleven. Maar dat is natuurlijk bij ons in de wijk wel anders. Want mensen gaan de wijk in, mensen gaan naar het winkelcentrum. Ook het winkelcentrum maakt zich grote zorgen. En er wordt tot nu toe niet gehandhaafd bij al die mensen die nu in de Zuiderpolder onder het Staastokviaduct spuiten. Ik zou zeggen, kom eens kijken op een zondagavond of op een maandagochtend. Het is één grote vuilnisbelt met spuiten, ballonnetjes, alles. Er zijn prostituees werkzaam op de Diakenhuisweg, op het parkeerterrein bij de eerste flat. En er zijn heel veel meldingen gedaan en er wordt niet gehandhaafd. En het wordt gewoon gedoogd, want het is aan de rand van de stad. En ze hebben mensen liever aan de rand van de stad, als dat ze dit allemaal in de stad doen. Maar hun opvang is nu niet aan de rand van de stad. Dat dat nu toch gebeurt bij u in de wijk, betekent dus dat als we daar iets bouwen, dat het echt niet minder zal worden. De gemeente noemt het de rand van de stad, het Staastokviaduct. Ja, dat klopt. Maar als we daar bouwen, neemt die overlast onder het Staastok niet af, want die bestaat er nu al. Nee, maar ik bedoel, wat ik net al noemde, je gaat deze mensen dus plaatsen op een plek waar nog geen 25 meter van de ingang van het Domus Plus of de Skevenhuizen wordt gedeeld en wordt gebruikt. Dat is toch de kat op het spek binden, of zie ik dat helemaal verkeerd? Ik wil even doorgaan met de vragen, want we zijn nu een beetje in elkaar aan het uitspelen, lijkt wel. En er komt nog een gecombineerde vergadering ook over dit onderwerp, dus we gaan het nog uitgebreid over hebben. Dus ik wil gewoon even concrete vragen nu even aan mevrouw Witteman. Mevrouw Stroop. Dank u voor het inspreken. Ik begrijp dat u zich grote zorgen maakt wat betreft de veiligheid. En u heeft nu al de nodige overlast, wat u zegt, op die plek. Ik heb een aantal vragen. Hoe kijkt u als beroepsprofessional aan tegen dagbesteding van de mensen? En u neemt aan dat de auto-inbraken gedaan worden door de bewoners van Domus Plus. Heeft u daar bewijzen van? Nee. Hoe komen de bewoners van Domus Plus Zuidoost aan hun boodschappen? En... Nee, maar ik kan toch wat aan jou vragen? Ik heb nog... Ja, nou, als hij geen antwoord wil geven, dan hoor ik het al. Wat zou u ervan vinden als de Domus Plus en de Skevenhuizen bij elkaar komen, zodat er wel een 24 uur toezicht is, ook bij de Skevenhuizen? Kijk waar u antwoord op geeft, hoor. U hoeft natuurlijk niet overal antwoord op te geven. Ik wil wel op een aantal dingen antwoord geven. Ik weet natuurlijk niet wie er inbreekt in de auto's op het parkeerterrein. Als we dat wisten, dan zouden we al een heel stuk verder zijn. Ik weet wel dat mensen in de avond- en nachtdienst zich echt heel onveilig voelen op de parkeerterreinen rondom het AMC. En of dat mensen zijn van de Skevenhuizen of van de Domus Plus, dat weet ik ook niet.
Ik weet alleen dat het gewoon niet veilig is. En het is ook de rand van Amsterdam Zuidoost, dus dat telt ook nog mee. Ik blijf volhouden dat Domus Plus en Skevenhuizen niet in de wijk moeten. Ik denk dat het een goed idee is om ze bij elkaar te doen, omdat in ieder geval dan de zorg gewaarborgd is 24/7. Ik blijf er gewoon bij dat deze mensen niet aan de rand van een woonwijk wonen. Omdat ze zelf al uit een woonwijk zijn gezet, omdat ze daar overlast geven. En ik denk van ja, wij zijn ook een normale woonwijk. Oké, de heer Van der Raad, Trots Haarlem. Ja, wat vindt u ervan? Want bij die bijeenkomsten werd eerst door wethouder Meijs gezegd van als er zo'n locatie komt, dan wordt het juist veiliger in de wijk. En u begon uw betoog eigenlijk met dat naderhand werd gezegd, nou die veiligheid kunnen we helemaal niet garanderen. Wat vindt u daar dan van? Nou, ik vind het een eng idee dat er niet gegarandeerd kan worden dat het veilig is. Ik bedoel, als er dingen gebeuren in de wijk, wij zijn ook bang voor agressie. Er zit een, wat ik al zei, er zit een kinderspeelplaats op 150 meter. Mensen lopen daar hard, mensen fietsen er. Het is de entree van de stad. Er komt zometeen een plan met Oostpoort. Maakt er een mooi entree van de stad van. Ik denk van ja, dit is geen mooi entree van de stad. Want mensen worden bang omdat mensen overlast gaan geven. En we weten allemaal dat deze mensen overlast gaan geven. Ja, ik bedoelde eigenlijk dat dus eerst wordt gezegd gewoon glashard dat het veiliger wordt. Maar naderhand erkend wordt dat het niet veiliger wordt. Kijk, dat het nu gewoon onveilig is, dat klopt. En dat zal waarschijnlijk ook niet veranderen als we blijven bezuinigen natuurlijk op handhaving en dat soort zaken. Maar vooral het feit dat er eerst wordt gezegd, het wordt juist veiliger. Er ook helemaal nergens op gebaseerd. En naderhand wordt het toegegeven. Maar u als bewoner wordt wel elke keer gevraagd van ja, heb er vertrouwen in. Maar als je dan met dit soort zaken komt, wat doet dat dan met het vertrouwen? Ja, nou, wij hebben er dus echt geen vertrouwen in. Maar dat is een herhaling van vragen, want volgens mij dit soort vragen gehad en de antwoorden. Ik wil nu even snel naar de heer Smit, die zit te wachten, vanaf huis. Ja, u mag maar eerst willen zeggen, meneer Smit, die zit al een hele tijd te wachten. Van Open Haarlem, ik wil ook de vraag. Ja, dank u wel, voorzitter. Dag mevrouw Witteman. Allereerst mijn complimenten voor u. Rust die u uitstraalt, de duidelijkheid waarmee u de zaak toelicht. Weet dat Open Haarlem al voordat er de locatie Wilhelminastraat in gebruik genomen werd, heeft gepleit voor de Waarderpolder. En wij zullen blijven pleiten voor de Waarderpolder als een logische plek voor huisvesting. Maar ik heb één vraag aan u. Stelt u heel duidelijk dat voor de groepen Skevenhuizen en Domus Plus eigenlijk 7x24 uur zorg de basis moet zijn om deze groep goed te begeleiden. Even via de microfoon, mevrouw Witteman. Even de microfoon nog een keer. Ja, dat vind ik echt heel belangrijk. En ik denk dat dat ook voor deze mensen heel belangrijk is. Dank u wel. En ik heb overigens de plek bekeken. Oei, nu is er een resonantie. Ik heb de plek bekeken. En ik ben met u eens dat het heel dicht bij de huizen is. Dus blijf uw boodschap uitdragen. Kom, geloof ik, op 4 maart, als ik het goed zeg, naar de gecombineerde vergadering. En dan hoor ik u graag weer. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. En mevrouw Oosker had ook nog een vraag. Ja, een kort vraagje aan u. U zei dat u een bijeenkomst heeft gehad als wijk. Hebben ze u daar ook kunnen uitleggen hoe zij gaan handhaven, mocht er iets zijn? Hoe zij dit aanpakken? Nee, wat er heel duidelijk is gezegd, dat op het moment dat de locatie uitgezocht is, bepaald is, dan wordt er een veiligheidsplan gemaakt en eerder niet. Dus we hebben geen antwoorden gekregen op onze zorg. Alleen dat ze niet de veiligheid kunnen garanderen. Ja, dat heb ik al gezegd, ja. Ja, ik wil het nu echt gaan afronden, mevrouw Klaas. Dus, want er komt nog een inspreker over dit onderwerp. Dus waarschijnlijk gaan we dezelfde vraag stellen. Ja? Nou, u mag een klein vraag stellen en dan ga ik echt naar de volgende inspreker.
Anders krijgen we weer ruzie, hier, voorzitter. Dat willen we niet. Ja, nog één vraag. U werkt in de psychiatrie, of in ieder geval u heeft daar zijdelings mee te maken in uw werk. U heeft net verteld aan mevrouw Stroo dat het misschien best een goed idee zou zijn om Skeve, Huus en Domus Plus op één locatie te realiseren. Kent u de doelgroepen van deze twee locaties goed genoeg om die conclusie te kunnen trekken? Denkt u dat het mogelijk is om deze twee doelgroepen, die toch misschien wezenlijk van elkaar verschillen, op één locatie samen te brengen? Is dat een serieus voorstel? Ik weet er niet genoeg vanaf. Ik heb wel ervaring in de psychiatrie en ik heb ook ervaring in de verslavingszorg. Maar ik zou niet durven zeggen dat het heel goed is om deze mensen bij elkaar te zetten. Het enige wat ik wel belangrijk vind is dat er bij de Skeve huizen minder zorg zal zijn. En ik denk dat deze mensen 24/7 zorg nodig hebben. En als je dat voor elkaar krijgt door beide huizen bij elkaar te zetten, denk ik dat je al een hoop gewonnen hebt. Maar ik kan niet garanderen dat er dan niks gebeurt. Want daar heb ik dan op dat gebied toch te weinig ervaring voor. Dank u wel. Ik heb ook een microfoon in. Ik wil u danken voor uw bijdrage. We gaan snel even de volgende inspreker ook hier naar voren halen. Dank u wel.